ben een student milieu, ik ben hanteermanagement, 4 jaar, dus een groentje in het vak, ik heb nog niet zoveel ervaring, ik ben ook niet bij een ABN aangekomen, maar ik ga u vanmiddag wat proberen te vertellen over het project Duurzaam Dal. Duurzaam Dal is een project van de provincie Overijssel. De provincie Overijssel heeft daarmee het doel dat dorpen leren van elkaar. Nee. Oké. Ik dacht de eerste slide over de provincie. Nee. Zoals u hier zit, hebben wij proberen in een afbeelding te vertalen wat een integrale watervisie is. Bij een integrale watervisie, alle mensen gebruiken water, zowel drinkwater als eerste levensbehoeften, maar boeren, je hebt de recreanten en je hebt natuurlijk de overheid die voornamelijk een vinger in het pap heeft over het beleid. Dus je hebt heel veel belangen en wat wij proberen in de integrale watervisie is die belangen om dat door elkaar te brengen en ook dat water als middel om de leefbaarheid van het gebied te versterken. Betrokken partijen zijn dus de provincie Overijssel, dus de financier van het project. De provincie Overijssel heeft heel erg sterk als doel dat gemeentes, partijen, overheidsinstanties van elkaar kunnen leren. Iedereen worstelt en stroeit op het moment van hoe kunnen wij duurzaam een invulling geven aan ons watersysteem, aan ons energienetwerk, noem maar op, milieumaatschappelijk verantwoord ondernemen. Iedereen worstelt daarmee. Als iedereen daarmee worstelt, dan kunnen we elkaar ook helpen in die worsteling naar het groeien. Dus dat is meer de visie van de provincie Overijssel. Nou, vervolgens duurzaam Hoornhuis. Hoornhuis is de winnaar. De provincie Overijssel heeft van een tiental dorpskernen in ieder geval een plan gekregen. Hoornhuis is daar als winnaar uit verkozen. Dat was ook de weg onze keuze om te kijken. Hoornhuis had ambities op het gebied van water. Ik heb integraal watermanagement gedaan als miner. Ik was daar heel erg geïnteresseerd in de later ambitie. Dus dit was een hele makkelijke keuze voor ons als project. Antje Kikma zit daar links, is vertegenwoordigd vandaag van een duurzame woonhuis. Saxion Hogeschool, lectoraat governance heeft het project in ieder geval, dat noemen ze met een mooi woord, geadopteerd. Staat op hun site, dus dat zou ik wel nog maar gebruiken. En wij zijn een projectbureau ruimtelijke ontwikkeling en bouw. Wij zijn een fictief bureau die onderzoek heeft gedaan op diverse plakken, waar ik zo meteen over zal toelichten. Verder hebben de gemeente Delfzijl, de waterschap Groot-Salland en de Vitens aan bijgedragen. Die hebben allemaal een hele sterke inhoudelijke input gegeven aan onze rapportage. Dan hebben we duurzaamheid. Ik ga nu een aantal dingen opnoemen die bij ons in het project heel erg sterk aan de orde zijn geweest. Nou, bewustwording. Bewustwording is, vinden wij een heel belangrijk criterium. Zo hebben wij ook, zo denk ik dat je bijvoorbeeld een lantaarnpaal die je met een windfotootje en een zonnepaneeltje in een lantaarn kunt laten branden s'avonds, dat je mensen er meer bewust kunt maken en dat er daardoor een omvang meer plaatsvindt in de gedachtegang van mensen. Je moet eerst weten dat je fout is voordat je het goed kunt doen. Dus dat bewustwording vinden we daar heel belangrijk. Nou, een integrale benadering. Ik kan een heel mooi technisch watersysteem ontwerpen, maar dat doet heel erg afbraak bijvoorbeeld aan de leefomgeving, de leefbaarheid, de kwaliteit van de natuur. Dus het is heel belangrijk om geen postregel te gaan ontwerpen, maar te gaan kijken wat doen de gebieden ernaast en kunnen wij daar ook een bijdrage aan leveren. Kan het elkaar versterken? Je moet ervoor openstaan. Wat heel belangrijk is, en dat is ook de reden dat Hoornhuis gewonnen heeft in de provincie Overijssel, dat gezegd heeft, wij vinden het belangrijk dat er niet alleen uit een projectgroep iets komt, maar dat er vanuit inwoners iets komt. Dus wat wij gaan doen, wij gaan proberen zoveel mogelijk draagvlak te creëren. Nou, wat wij verder hebben gedaan is, we ontwerpen allemaal hele mooie systemen, maar de wereld bestaat 4,5 miljard jaar. De mensheid bestaat nog maar 23.000 keer minder lang op de aarde als dat de aarde leeft. Waarom zouden wij in godsnaam denken dat wij het beter kunnen doen als dat de natuur doet? Dus dat is een gedachtegang die wij proberen te voeren in ons.
Oké. Okay. Dat leren van elkaar, als wij iets hebben, kunnen wij dat dan ook aan iemand anders leren en kan die dat weer toepassen. Vervolgens is het ook heel belangrijk om naar de haalbaarheid te kijken. Ik kan als adviseur iets heel moois adviseren, zometeen als ik afgestudeerd ben. Maar blijft belangrijk, is dit haalbaar? Je kan een helemaal nieuw rioleringstelsel ontwerpen, maar als die riolering nog maar 30 jaar ligt en nog niet is afgeschreven, zullen we moeten roeien met de riemen die we hebben. Laatste vraag heb ik net al. Oké, okay. Hier ziet u het plantgebied. Het plantgebied is een bewoners van 650 inwoners. Variëren zit aan een aantal agrariërs. U hebt hier de maïsvereniging. Hier boven ligt de Emmetorsloot, dat zijn twee open water. Hier de kerk, ze zijn nu bezig met het renoveren binnen in de kerk. Hier ligt de ecologische hoofdstructuur. Hier ligt een hele grote gasleiding. En hier liggen een aantal landgoederen. Dus we hebben ook gekeken in onze integrale watervisie. Wat zijn de uitbreidingsmogelijkheden? Want uitbreiding zien we als een onderdeel van duurzaamheid. Kunnen die mensen daar leefbaar nog leven? En hoeveel bomen zullen er moeten bijkomen? En waar zijn dan mogelijkheden voor die woorden? Dus dat hebben we ook meegenomen in onze integrale watervisie. Oké. Waar hebben we naar gekeken? We hebben gekeken naar de waterketen. Dus regenwater, grondwater, oppervlaktewater, drinkwater. Dus daar hebben we allemaal naar gekeken. Bij regenwater hebben we voornamelijk gekeken naar de afvoer op dit moment via een gemengd stelsel. Dus dat wil zeggen dat de water nu niet gescheiden wordt. Oké, bij grondwater hebben we gekeken naar verdroging. Er ligt een heel Gronings ligt op een dekzandrug. Dat betekent dat op het moment dat de grondwaterstand heel erg laag wordt, dat de capillaire werking, dat is een heel chic woord, ik wil niks anders zeggen. Ik heb een schaaltje, ik leg daar een spons op. Het sponseffect van de bodem verdwijnt dan in de vorige bodem. Oppervlaktewater, maatsvetering en de Emmetorsloot, ze dienen nu als afwatering van het gebied, zijn er meer mogelijkheden. Het drinkwaterverbruik in Gronings is hoger als gemiddeld, want het is deels kwijt omdat het landelijk gebied is en daardoor wat hoger is. Maar we zijn daar ook geslaagd te slaan en het afvalwater. Dat. Helemaal goed. Dan wil ik nu even naar een case gaan, omdat het project onderschrift of het rapport 127 kantjes zijn, wil ik u daar vooral niet mee belasten en wil ik daar een deel uitnemen. Schoon waterzuivering, maar dat klinkt heel erg vreemd, maar toch zijn we het aan het doen. Want wat we aan het doen zijn, is dat het water van ons op heel veel plekken in Nederland nog, zo ook in Gronings, nog steeds in het gemengd stelsel gaat. Dat wil dus zeggen dat we op het schoon water, wat op de plek dat we moeten infiltreren. Dit is trouwens een situatie van hoe de natuurlijke situatie zou moeten zijn. Dus wat wij proberen is met het systeem dat wij hebben ontbouwd, de advies die wij hebben gegeven, hoe kunnen wij zo dicht mogelijk bij onze oorsprong blijven van het systeem. Dus wat wij hebben, vervolgens ga je dan inderdaad, het gaat naar de riolering, het gaat naar de zuivering. Dus je gaat schoon water, ga je heel duur zuiveren. Daar blijft dat, als je het probleem dus niet op aan de bron, maar is het ook echt een end-of-pipe oplossing. In de vorige presentatie van Ola, wat is gewoon. Vervolgens krijg je bij een piekafvoer, dat wil zeggen een hele extreme afvoer, krijg je een overstoot naar de maatswerking. Nou, je kunt je allemaal voorstellen dat op het moment dat er chloor en allerlei stoffen die gewoon door de toilet gaan, bij een overstoot in een oppervlaktewater komen, dat het niet ten goede komt van de kwaliteit. Daarnaast is het ook niet handig om op een dekzandrug water af te gaan voeren, want het water heb je op een dekzandrug heel erg nodig om de verdroging tegen te gaan. Je krijgt een aantasting van het ecosysteem als je het niet doet, je krijgt een monocultuur en daardoor een verkleining van de biodiversiteit. Heel kort in de bocht gezegd is dat gewoon, je tast de natuur aan, het is een natuurlijke ontwikkeling. Oké, dan kun je heel veel oplossingen aanvragen, die allemaal een oplossing zijn en ook een duurzame oplossing zijn. Ik heb hier een viertal staan, een infiltratiekrat, dat is gewoon een krat dat je ondergronds aanbrengt. En als de door late tijd van het grond goed is, dan is dat geen enkel probleem. Ik heb een deterio, dus dat is een riool, wat het water af kan voeren. Je kan het afvoeren naar de water, de maatswetering, en ik kan een vijfde aanleggen. Ja, dan zitten wij met de projectgroep van vier, zitten we met de handen in het haar. Ja, wat moeten we nou gaan kiezen? Maar omdat we het zo integraal hebben mogelijk hebben geprobeerd te benaderen,
dan kun je zeggen, infiltratiekater zetten onder de grond. Ja, het is wel een oplossing voor het probleem, maar het draagt niet bij aan de, leerbaarheid. Je kunt hier zeggen van, ik doe het in een infiltratieriool, is het ook opgelost, maar het is een heel duurzame manier van onderhoud. Is dat al duurzaam? Nee, duurzaam is iets ontwerpen wat niet voor onderhoud hoeft in de toekomst. Je kunt zeggen, we gaan het afvoeren naar de Maasweerweg. Maar we zijn geen postzegel aan het ontwerpen, want dat is wel een boel onderloop. Ja, en woonhuis hebben de voeten tot erop. Nou, aanleg van de vijver, dat was voor ons dan de oplossing. En ik heb er een aantal argumenten bij. Een aanleg van een vijver kan het gebied dus ook versterken, want kinderen kunnen er vissen. Je kan gezwommen worden, je kan worden geschaatst, je kan worden gewandeld. Het is makkelijker in het onderhoud. Dat kan in combinatie met de ecologische hoofdstructuur. Het is een versterking van de landschappelijke waarde. Het is aantrekkelijk voor recreanten en daardoor heeft het dus ook een economische impuls in het gebied. En het is een robuust systeem. Bij heel veel criteria van duurzaam zie ik ook robuust staan. Dat wil zeggen dat het klimaatbestendig is. Iedereen heeft gemerkt, en dit jaar hebben we al 2 van zo'n buien gehad, dat er extremere buien zijn. We hebben in de zomer een lange periode van droogte en we hebben in de winter, in de zomer hebben we een lange periode van droogte en dan een hele extreme afvoer. En daardoor, de grond die slaat dan dicht. Dus we moeten ergens met dat water heen, we moeten een plek zien te vinden om dit water gewoon op een natuurlijke wijze richting de bodem te kunnen infiltreren. Oké. Nou, wat we vervolgens ook nog gedaan hebben, is een kleine risicoanalyse. We hebben gekeken dus naar de verdroging. Daar zal ik even niet gezien de tijd te veel over uitweiden. We hebben gekeken naar piekbuien. Binnen de gemeente Dalsen is een politieke keuze geweest om te zeggen van we gaan op een T2 bui. Dat wil zeggen een bui die 1 keer in de 2 jaar valt, gaan we ons systeem berekenen. Als je dit jaar al 3 keer zo'n bui hebt gehad, kun je je afvragen of dat voldoende is, maar dat is een politieke keuze. Dus dat mag ook benoemd worden dan, dat het eventueel een niet zo handige keuze zou zijn. We hebben gekeken naar een waterwinning, er is een geplande nieuwe waterwinning. Het is geen risico, maar we moesten het wel onderzoeken, want je moet niks uitsluiten. Waterspiegelstijging, nou, je ziet hier daarnaast een heel mooi kaartje, een risicokaart. Alle ambtenaren die hier in de zaal zitten, zullen ermee bekend zijn. Woonhuis ligt op een dekzandrug en ligt dus redelijk gunstig. Maar het zwol is wel al helemaal weg. Dus ja, je kunt je ook afvragen of dat de bedoeling is. Nou, zoals ik in het begin al aangaf, hebben we gekeken naar uitbreidingsmogelijkheden. Waar kan de woonhuis zich ontwikkelen in de toekomst? We hebben een korte termijn aanbevelingen. Drinkwaterbesparing, daar hebben we gewoon hebben geadviseerd een flyer met een drinkwatercoach. Iedereen kent het misschien, een apparaatje wat in de douche hangt en heel irritant is. Omdat je denkt van, hè, ik wil nog even lekker onder de douche staan, want het is heel koud. Maar iedereen weet vanaf dat moment, ik douche meer als dat nodig is. We hebben een zwemmelpomp. Er zit heel goed water in de grond. We hebben heel veel tuinen daar. Waarom zouden we het water wat daar in de grond zit, en het is van voldoende goede kwaliteit in de tuin mee te gooien, waarom gaan we daar drinkwater voor gebruiken? Een stadspomp, belevingswaarde, het afkoppelen is puur omdat het nu overstort, is het een hele technische oplossing en die zullen wij dus ook liefst zien in de vorm van een grote vijver, zodat er meer doelen ondersteund worden en een waarde. Nou, waarde is een systeem hier, de naam is afkomstig uit een drooggelegen rivierbedding. Okay. We willen lange termijn aanbevelen, het gescheiden rioolstelsel voorkomt in eerste instantie de emissie op de Maasvetering en de verdroging van de recreatievijver. Er zijn wat problemen in het gebied, dus is heel veel landbouw, dus er zijn heel veel meststoffen die worden daar verloosd. Hoe kunnen we dan toch zorgen dat die ecologie daar aan de praat blijft en dat we die verhogen? We gaan dat proberen door aanleg van natuurvriendelijke oevers en een vissengraaf. Voor de rest hebben we een waterspeelplaats. Ik ben vroeger, als klein etterbakje, ging ik met mijn vader en moeder naar de Neeltje Jans. En ik mocht daar met al die schuifjes spelen. En als ik eerlijk ben, dan is daar de liefde voor het water bij mij ontstaan. Dus ik vind het een hele mooie oplossing. Het ondersteunt en het werkt ook nog educatief. Een kanovaarroute, ik zie dit gewoon als een economische impuls. Je hebt zo'n mooi gebied, laat mensen het dan ook beleven, want dan willen ze er ook in investeren. En vegetatie daar. Nou, dit was mijn presentatie in ieder geval. Vriendelijk bedankt voor uw aandacht.
Dankjewel.